Het is mogelijk dat deze moord niet vanwege de eer is gepleegd. Er wordt gezegd dat de dader leed aan waanideeën. Aan de andere kant werd hij uit een kliniek ontslagen met de diagnose dat er geen gevaar voor anderen bestond. Ofwel was de diagnose te optimistisch, ofwel is er een motief van eer. Of een mengeling van situaties. De daad. Delali en haar man komen uit Togo naar Duitsland in het midden van de jaren 90, de een na de ander. Hij is een opgeleide slotenmaker, zij studeert enkele semesters pedagogie. De twee hebben twee kinderen. Delila en haar man gaan waarschijnlijk meerdere keren uit elkaar. Op 1 januari 2017 treedt zij in dienst bij de vluchtelingencommissaris van het deelstaatparlement van Sleeswijk-Holstein. Op 7 december 2016 zal haar man haar in de auto met benzine overgieten. Ze vlucht naar buiten, hij rent achter haar aan en steekt haar in brand. Ze rent door de straat heen. Voorbijgangers blussen de brand. Delali is ernstig gewond en komt naar een speciale kliniek. Haar man ontvlucht de plaats van het misdrijf, maar wordt gearresteerd door de opgeroepen politieagenten. De kinderen worden in een pleeggezin geplaatst. Het slachtoffer sterft iets later in de kliniek. In augustus 2017 begint het proces voor de districtsrechtbank van Kiel. In dezelfde maand worden de daders op de psychiatrische afdeling opgenomen. Het misdrijf is strafrechtelijk gezien een moord, volgens de rechter.